Wie had dit ooit kunnen denken? Dat juist ik hier vandaag op deze plek zou staan. En dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam. Maar ik sta hier natuurlijk niet namens een stad of een voetbalclub. Ik sta hier voor heel Nederland. Voor mij het mooiste land ter wereld. Waar ik niet ben geboren, maar wel getogen en geworden wie ik ben. Mijn land. Het land van vrijheid. Van mijn ouders leerde ik die vrijheid te koesteren. En op te komen voor anderen zodra hun vrijheid in gevaar komt. Vrijheid die in Nederland lang vanzelfsprekend leek. Maar door wat er in de wereld om ons heen gebeurt, zelfs op ons eigen continent, toch weer zo kwetsbaar blijkt. Vrijheid staat voor mij gelijk aan zuurstof. Ruimte om te kunnen ademhalen. Maar die zuurstof, die dreigen we steeds meer kwijt te raken. Doordat regels ons verstikken. Doordat we elkaar soms verstikken. Door steeds meer betutteling en steeds minder begrip voor elkaar. Door een politiek die steeds meer vanuit wantrouwen wordt bedreven. En dat moet nu anders. Nederland moet weer dat land worden waar de overheid zich niet met alles bemoeit. Een land dat jou niet vertelt hoe jij je leven moet leiden. Dat mensen niet behandelt als slachtoffer, maar gelooft in hun kracht. Dat mensen, zoals onze ondernemers, niet klein houdt. Maar juist zorgt dat ze kunnen groeien. Dat land dat mensen ruimte geeft waar dat kan. En grenzen stelt om onze vrijheid te beschermen. In dat land geloof ik. Daar wil ik leven. Zo'n land, zo'n Nederland, dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Daar moet je elke dag voor strijden. En dat besef, dat zit diep verankerd in ons VVD'ers. En dat is waarom ik mij vanaf dag 1 thuis voel bij deze club. Natuurlijk, we houden van politiek. Maar we zitten er nooit voor onszelf. We zijn er om dingen te fixen voor de mensen in dit land. De afgelopen jaren, met de ene crisis naar de andere, kwamen mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan. Wat waren we het allemaal grondig met elkaar oneens. Bij het kerstdiner werd er geruzied over coronaregels, in de kroeg over het klimaat. En waar de politiek een verbindende rol had kunnen spelen, zag je juist daar de meeste verdeeldheid. Politici waren vooral met zichzelf bezig. Of stookten het vuurtje zelfs op. Tegen beter weten in. Voor het eigen gewin. En dat moet nu voorbij zijn. Het is nu tijd om de bladzijde om te slaan. Om die oude politiek achter ons te laten. Dames en heren, wij VVD'ers, wij strijden niet ergens tegen, maar ergens voor. Wij strijden om dat gevoel terug te brengen van, wat hebben we het in Nederland toch goed voor elkaar. We strijden voor al die gewone Nederlanders. Hardwerkende Nederlanders, zeggen we graag als VVD. En dat zijn voor mij ook mensen die hard gewerkt hebben en nu met pensioen zijn. En mensen die niet hard kunnen werken, volgens de klassieke betekenis, maar wel volop bijdragen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. We komen uit een periode waarin er heel veel op ons afkwam. Van de financiële crisis tot corona, oorlog in Oekraïne en hoge inflatie. En terwijl het stormde in de wereld, stond Mark Rutte er altijd. We zeiden er nog niet. Hij stond er altijd. En ook in de nacht. Eigenlijk stond hij er altijd. En Mark, wat hebben wij, wat heeft Nederland toch ontzettend veel aan je te danken. Blijf jij maar zitten. Wij gaan wel staan.
De afgelopen jaren deden we wat we konden om ons land veilig en stabiel te houden. Maar het piepte en kraakte wel. Er ging veel goed, maar er ontstonden in die jaren ook blinde vlekken. Boze mensen met kritiek werden misschien wel te snel weggezet als schreeuwers. Als mensen die het niet snapten. En door je ogen te sluiten voor kritiek, vergeet je soms dat er ook mensen tussen kunnen zitten die gelijk hebben. Dan vergeet je je plek als politicus. Dat je er bent om te dienen. Zo waren we te lang blind voor wat er misging bij de overheid. Totdat enkele collega's onze ogen openden. En zij hebben ons wakker geschud. Dat was nodig en daarvoor ben ik ze dankbaar. Het heeft ons met onze neus op de feiten gedrukt. We moeten meer oog hebben voor de alledaagse zorgen van mensen. Want grote zorgen, die zijn er ook vandaag. Over de portemonnee. Het leven dat fors duurder is geworden. En veel mensen kunnen de rekening nu nog net betalen. Maar ze vragen zich wel af of zij hun leven van nu ook straks nog kunnen leiden. Ook mensen met een normaal salaris. Die voelen de angst om bij een tegenslag door het ijs te zakken. Dat de vaste grond onder hun voeten wegzakt. En dat ze een stap terug moeten doen. Het is niet oké dat gewoon werkende mensen die angst hebben. En ik zal dat nooit accepteren in dit land. Mensen maken zich ook zorgen over de hoge instroom van migranten. Kunnen we die wel aan, terwijl er al zoveel problemen zijn in Nederland? Is dat eerlijk naar mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een woning? En is het eerlijk naar echte vluchtelingen, voor wie straks geen plek of draagvlak meer is? En is het realistisch om als klein land iedereen op te willen vangen? Dit zijn terechte zorgen waar de politiek niet blind voor mag zijn. We kunnen niet doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor. We konden niet nog jaren blijven aanmodderen met migratie. Wij zijn de partij die verantwoordelijkheid neemt, die besluiten durft te nemen, ook als deze besluiten moeilijk zijn. We kunnen niet blijven soebatten over een stikstofjaartal, terwijl er ondertussen nauwelijks huizen gebouwd worden. We kunnen niet blijven hopen dat het met het klimaat vanzelf wel goed komt, terwijl we nu nog de kans hebben om te zorgen dat het goed komt. En laten we nou alsjeblieft eindelijk die kerncentrales eens bouwen. Ik wil oplossingen die Nederland vooruit helpen. Geen oplossingen die alleen maar een coalitie in het zadel houden. Dus ook na 22 november geldt voor de VVD. Het zijn goede oplossingen of het zijn geen oplossingen. We moeten dingen gaan fixen voor al die gewone Nederlanders. Want die zeggen terecht, zorg voor rust en los het op. Als het gaat om de portemonnee, waar juist ook de hardwerkende middengroep het steeds zwaarder heeft. En we dus moeten zorgen dat deze groep de rekeningen kan blijven betalen. Als het gaat om veiligheid, die van ons land, door juist nu Defensie de aandacht en de middelen te geven die het verdient, maar ook heel dichtbij, te zorgen voor een veilige straat waar jouw dochter doorheen fietst. Als het gaat om vrijheid, door niet alleen een regenboogvlag op te hangen en zebrapaden in te kleuren, maar ook camera's te plaatsen die mensen echt beschermen en daders een gezicht geven. Ik wil niet meer dat mensen zich afvragen of de politiek hun problemen wel ziet en wel aan hun kant staat. En daarom zeg ik, tegen iedereen die keihard werkt en aan het einde van de maand toch weer tussen potjes moet schuiven om de rekeningen te kunnen betalen, ik zie het en ik sta aan jouw kant. Tegen vrouwen die 's nachts naar huis lopen met hun sleutelbos als beschermer tussen hun vingers. Ik zie het en ik sta aan jouw kant. Tegen de mannen die niet meer hand in hand durven te lopen in hun eigen buurt. Ik zie het en ik sta aan jouw kant. En veel belangrijker, ik zie het niet alleen, ik luister ook. Ik luister als je zorgen hebt of Nederland wel Nederland blijft. En dan noem ik je geen racist.
Ik luister naar je zorgen over het klimaat. En dan noem ik je geen klimaatgekkie. Ik luister naar je als je zegt dat de overheid er niet voor jou is. En dan zet ik je niet weg als wappie. Ik zie je, ik luister naar je. En ik hoor je. Maar let op. Want ik kijk ook niet weg van de andere kant van dit verhaal. Als een crimineel of wie dan ook onze rechten en vrijheden schendt, dan zie ik hem ook. En dan vindt hij mij tegenover zich. Als een man de oorzaak is dat die vrouw 's nachts met de sleutelbos in haar hand loopt, dan zie ik hem ook. En als een bedrijf wel de prijzen verhoogt, maar niet de lonen, dan zie ik dat ook. En dan krijgen ze met mij, met ons te maken. Want bij vrijheid hoort die verantwoordelijkheid. Ons partijprogramma heet niet voor niets ruimte geven, grenzen stellen. Een nieuw programma waarin je heel duidelijk het DNA van de VVD terugziet. Onze club, door Pieter Oud opgericht als liberale partij voor gewone mensen. Die grote, stille meerderheid. En die partij, die zijn wij nog steeds. Er zijn mensen die zeggen dat onze partij uit twee groepen bestaat. Een groep die vluchtelingen aan hun lot over zou willen laten. En een groep die geen grenzen wil stellen. Of een groep die niets begrijpt van de klimaatactivisten op het Malieveld. En een groep die wel het nut van een schone wereld ziet. Echt onzin. Er is maar één VVD. Want uiteindelijk komen we op hetzelfde uit. Wij zijn de enige volkspartij die alle mensen in Nederland met elkaar verbindt. De harde werker, de vrije denker, arm of rijk, jong of oud, in de stad of op het platteland. Wij zijn de partij die problemen altijd als eerste durft te benoemen. Kijk naar een van mijn voorbeelden, Frits Bolkestein. Wij stappen altijd naar voren om verantwoordelijkheid te nemen. Kijk naar mijn voorganger, Mark Rutte. Dus werken wij aan een eerlijk asielbeleid dat oog heeft voor de draagkracht van ons land en onderdak biedt aan echte vluchtelingen. Aan een klimaatbeleid dat onze wereld schoner maakt, maar er ook niet vies van is dat we met innovatieve oplossingen ook nog een goede boterham verdienen. De problemen benoemen en ermee aan de slag. Om het leven beter te maken voor al die gewone Nederlanders. Dat is de VVD. Een bondgezelschap aan éénverdieners, tweeverdieners, veelverdieners en mensen die vooral heel veel lof verdienen. Omdat ze elke dag strijden voor een beter Nederland. En dat is waarom ik zo trots ben op onze club. En dat is waarom ik trots ben om van onze club de lijsttrekker te mogen zijn. Van één VVD. Voor één Nederland, waar de stad niet tegenover het platteland staat. Of allochtoon tegenover autochtoon. En misschien, misschien zelfs waar Amsterdam niet tegenover Rotterdam staat. Eén samenleving, daar zal ik voor strijden. En die strijd, die zal niet altijd makkelijk zijn. Tegenslagen horen erbij. Maar één ding beloof ik wel. Ik geef nooit op. Ik ga door en wij gaan door. Wij gaan door, zodat Nederland weer dat land wordt waar je vrijheid en zuurstof ervaart. Zodat Nederland weer dat land wordt waar we vertrouwen hebben in de toekomst. Dat land waar hardwerkende mensen geen zorgen hebben over de rekeningen. Dat land waar je de kans en het recht hebt om wat op te bouwen. En waar je daarvan mag genieten en er trots op mag zijn. Zodat we straks weer tegen elkaar kunnen zeggen, wat hebben we het in Nederland met z'n allen toch goed voor elkaar. Dank u wel.